Ja, eerste reactie is wat mij betreft meteen afdrukken, groot 1x1 op je muur hangen. Prachtige foto, echt waar. Echt heel mooi geschoten. Mijn naam is Martijn Kort, architectuur- en fine art fotograaf. En vandaag ga ik jullie beelden beoordelen die jullie hebben ingestuurd naar dit kanaal. Het eerste beeld vandaag is van Sam de Wit. Mooi avondbeeld met felle lampen die naar je toe schijnen. De eerste controle die ik altijd op zo'n beeld doe, is om te kijken of het horizontaal en verticaal is uitgelijnd. Dus door middel van de rulers in beeld te brengen, dan kan je heel simpel de horizontaal en verticaal in beeld brengen. De compositie vind ik het mooi gekozen. Mooi de kerk in het midden, de lijnen stralen mooi naar je toe. Mooie reflectie in het water. Wat ik wel bij dit nachtbeeld zou doen, ik zou dit eerder in een bracket schieten. Dus drie verschillende foto's, waardoor je de schaduw iets meer kan oplichten. Met name eigenlijk in dit gebied, waar de lijnen je ook mooi heen trekken, zowel van boven als van beneden. Want je krijgt door de reflectie, krijg je wel alles gecentreerd naar dit gedeelte. Zou ik in dit gebied iets meer de schaduw op gaan trekken. Dan is er ook meer interesse in je foto. Het kleurcontrast is nu behoorlijk groot, tussen het blauw in het licht en het water en het oranje op de huizen. Je zou ervoor kunnen kiezen om het oranje nog iets minder te verzadigen. We kunnen kijken, want dan gaat de foto even niet naar de hooglichten kijken. Maar juist in de schaduw uit deze enkele JPEG te halen is. Kijk, en als het ietsje lichter in het midden. En daardoor krijg je wat meer detail in de foto. Waarbij je dan wel moet opletten dat je dit gebied dus eigenlijk niet lichter moet maken. Dus ja, zoals gezegd, al met al eigenlijk een hele mooie foto. Ik denk dat het mooi gekadreerd is. Een mooi nachtbeeld. Dus we kijken naar de volgende foto, die is ook van Sam. Ja, ook een persoonlijke favoriet van mij, Rotterdam, de Erasmusbrug. Zeker in de mist. Prachtig beeld. Ik vind het echt een mooie foto, zeker in het verticaal. Het eerste wat me opvalt is dat hij niet scherp lijkt. Het mist een beetje de... Het komt waarschijnlijk door de hoge ISO die misschien gebruikt is, er nog een beetje ruis in. Ik zie niet helemaal waar het scherpstelpunt ligt. Ik zou in dit geval het scherpstelpunt kiezen hier op de foto. En als je dan op met nog steeds een beetje een verdwijpunt wil werken, deze kant op, naar het onscherpe toe in de foto, zou je F4 tot F8 kunnen schieten, dan eindigt hier ongeveer je scherptediepte. Maar dan heb je wel het belangrijkste, dit eerste gebied heb je dan scherp in beeld. Iets anders wat me hier in deze foto nu afleidt zijn deze twee personen. Die zou ik persoonlijk eruit halen. Dat kan je vrij makkelijk doen tegenwoordig met de clone tool of de spot healing tool. Gewoon hiernaast even pakken. Is het heel kort even intekend. Dan ben je die personen eigenlijk zo kwijt. En dan inhoud behouden en dan kijken wat Photoshop tegenwoordig zelf doet. En dat doet hij eigenlijk wel behoorlijk goed. Dan is het alleen hier nog even in dit gebied het weghalen van een kleine ghosting. Maar kijk, zo wordt je beeld een stuk rustiger. Verder qua licht vind ik hem erg goed. Ik zou het niet lichter maken, ik zou het ook niet echt donkerder maken in dit geval. Ik denk dat je juist die mist en die stralen wil je zien. Creatief gezien zou je nog kunnen kijken, want je hebt hier heel mooi de stralen, of de strepen van de passerende tramlijn in beeld. Je zou kunnen kijken of je oranje en deze kleur blauw op dat gebied nog iets feller zou kunnen aanzetten. En al met al denk ik dat je gewoon een hartstikke mooi beeld hebt geschoten hier. Het verschil tussen deze foto en de vorige foto is heel mooi dat je hier bij deze foto op de Erasmusbrug een hele goede belichting hebt gekozen. Waardoor je zowel de hooglichten als ook de donkere partijen heel mooi in balans hebt. En bij de vorige foto zie je dat je met name de donkere partijen, ligt misschien ook een beetje aan het tijdstip van de avond waarop je het hebt geschoten, maar de donkere partijen veel donkerder houdt. Ik denk als je hetgeen wat je bij de Erasmusbrug hebt gedaan, met qua balans qua licht en donker, als je dat ook op deze foto iets meer zou toepassen, haal je nog meer uit deze eerste foto. Maar echt, ik vind dit is een prachtige plaat. Die zou ik graag ook zelf schieten. Dus de volgende foto van Gino. Ja, eerste reactie is wat mij betreft meteen afdrukken, groot 1x1 op je muur hangen.
Prachtige foto, echt waar. Echt heel mooi geschoten. Ik heb geen idee waar dit is. Ik ken dit beeld niet in die zin. Tegenwoordig met de tijd van Instagram is dat al knap, dat je iets schiet wat je nog niet hebt gezien. Ik weet ook niet of het in Nederland is of in het buitenland. Het is, in eerste instantie heb ik hier gewoon echt heel weinig op aan te merken. Het enige wat me opvalt, maar dat is een beetje mijn OCD met verticale, is dat het lijkt alsof de eerste raampjes onderin niet helemaal verticaal zijn. Kijk, en als je dan je ruler pakt, zie je dat ze net niet helemaal verticaal lopen. Dus dat zou echt mijn tip nog zijn om hem helemaal symmetrisch te krijgen. Misschien de horizontale lopen wel. Wel helemaal goed. Het lijkt nog iets wat vertekening in te zitten. Maar nu hebben we het echt over details hoor. Kijk, je ziet dat er een klein beetje lensvertekening in zit. Dit raam loopt een heel klein beetje bollig. Echt minimaal. Dus er zit nog een heel klein beetje lensvertekening in. Nou, dat zou je er nog uit kunnen halen. En misschien nog wat met de ruisreductie kunnen doen. Maar voor de rest vind ik het echt een prachtige foto. Ik zou ook niet dit zwarte lichter maken. Dat moet juist gewoon, laat het maar diep zwart zijn. Is juist mooi voor het contrast. En wat je ook heel mooi hebt gedaan, met name in de nabewerking denk ik, is de raampartijen. Je ziet daar overal verschillende kleuren en gradiënten grijs. En dat vind ik erg mooi in deze foto. Hier loopt een gradiënt weg met schaduw. De deur is donkerder dan het raam. Deze deur is ook weer donkerder. Het zorgt voor ontzettend veel plekken waar je naar kan blijven kijken. Sommigen zullen zeggen, de persoon moet eruit. Ik zou hem erin laten. Het geeft een beetje de menselijke maat aan de foto. Wil je hem echt helemaal abstract hebben, dan zou ik inderdaad de persoon verwijderen. Maar voor de rest echt een prachtige foto. Heel weinig op aan te merken. Ik zou hem zelf graag zo schieten. Dan hebben we hier foto's van Jim. Lijkt Haarlem. Ik ben niet zeker. Ik heb er ooit gewoond. Volgens mij is het de molen in Haarlem. Heel mooi beeld, mooie reflectie. Vanwege de lange sluitertijd ook het water echt helemaal stil. Waardoor die reflectie ook 100% is. Echt fantastisch. Ook hier zou ik de schaduw misschien proberen iets op te halen. En deze lampen zijn allemaal extreem warm. En dat zie je ook. En dat is iets wat ik bij deze foto iets zou proberen te verminderen. Dus ik zou de gele misschien eens terughalen. Of kijken of je met je witbalans in de foto iets kan. Compositie. Prima. Ik vind het mooi dat je hem gewoon in het midden neemt. Heb je een mooie reflectie. Het belangrijkste wat je vaak ziet, wat mensen vergeten, is dat ze een reflectieshot maken en eindigt hier de foto. En juist dit bovenste stukje van de molen, dat maakt die reflectie juist mooi en compleet. En het is ook goed dat je nog net een heel klein beetje ruimte hier hebt gehouden in beeld. Zodat die molen ook niet helemaal onderaan die foto zit, maar net een beetje lucht heeft. Dus dat is een heel mooi iets. Als we bij deze foto kijken naar de witbalans, hè, dat is dus vrij geel. Misschien simpel op te lossen. Als je naar camera raw filter gaan. Dat is ook hetgeen wat je in Lightroom kan gebruiken. Dus kijk naar de kleurtemperatuur, als we die ietsje terughalen. Dus eigenlijk niet te veel gaan, met name hieronder in beeld. Dan wordt het wel heel blauw, al kunnen we blauwe iets weghalen. Dan krijgen we iets neutraler beeld. En dan zou je nog verder kunnen gaan. En je zegt, ik ga naar de kleurmixer. En met name dan de verzadiging. Dan zou je de blauwe tinten iets terug kunnen halen. Oranje, misschien in dit geval nu zelf nog iets aanzetten. En als je met de kleur toon nog zou kunnen, is geel misschien nog iets meer oranje halen. Waardoor dat dan iets dichter bij elkaar komt. En dan krijg je al een hele simpele aanpassing, een iets neutraler beeld. Qua crop zou ik zeggen, als je hem hier nou langs kropt, langs deze lijn, dan ben je dit stukje kwijt, wat ook niet meer afleidt aan de foto. Ik vind dat die rechterkant iets afleiden. En aan de linkerkant vind ik dan de rode lichtjes iets afleiden. Die zitten daar nou eenmaal. Daar kun je ook weinig aan doen. Die zou je nog kunnen weghalen, proberen te halen in Photoshop.
Voor de rode lampjes, als we daarop inzoomen, kunnen we kijken hoe slim Photoshop zelf is. Gebruik gewoon de lasso tool. Dan maak je een vrij ruime selectie om de lampjes. Ga je naar bewerken. Vullen. Dan wil je de inhoud behouden. En dan kunnen we kijken wat hij zelf van bakt. Nou, het is best aardig. Heeft nog wat fine-tuning nodig. Hetzelfde zou je hier kunnen doen. Dan verlies je wel die palen die daar staan. Dat is iets wat, als we uitzoomen, dat bijna niet op gaat vallen. Uiteindelijk moet je wel nog even hier in dit gebied met name wat opruimen. Dat kan met de clone tool, zou je dat kunnen doen. In dat geval als we hier een stukje klonen. Dan ben je dat kwijt. Als we dan toch daar bezig zijn, ook dit lampje, is dan ook net irritant. Nou, zoomen we uit, dan zien we er eigenlijk bijna niks meer van terug. Dat maakt wel dat het net wat minder afleidt. Dus de kleur iets neutraler brengen en die lampjes die leiden daar af. En nu is de aandacht, wat mij betreft, meer waar het moet zijn. Dat is op de mooie molen met die gebouwen en de reflectie. Verder, compositie-wise, zou ik weinig aan veranderen. Dus behalve die afsnijding aan de rechterkant. Volgende foto, de tweede foto van Jim. Een heel ander beeld als net. Iets wat meer stedelijker. Dit is aan de kust. Prachtig met de vuurtoren, zonsondergang. Mooi de Sunstar in beeld. Zo te zien met een ND-filter geschoten. Mooie beweging in de lucht. Ik hou er altijd wel van. Geeft iets wat dynamiek in die foto. Het enige wat opvalt nu is dat er een dubbeling zit hier in de vuurtoren. Of je misschien een laag vergeten weg te halen. Of je hebt twee lagen over elkaar heen gelegd. Het kan ook zijn dat je inderdaad misschien niet met een ND-filter hebt geschoten. Maar dat dit een Photoshop-bewerking is van de lucht, van de beweging. Zou kunnen. Nou, wat me opvalt, de vuurtoren staat scheef. Maar die staat waarschijnlijk het echt ook scheef. Ga ik even vanuit. Want de paaltjes, het hekwerk staat wel recht. En de horizon net onder het midden. Met de Sunstar ook aan die kant. Wat weer mooi is in deze foto en qua balans is dat je de houten constructie hier ook nog in beeld hebt. Het geeft tegelijkertijd geeft die hele linkerkant wat ruimte. Zeker omdat die lucht ook die kant op beweegt. En de andere kant geeft het ook wat meer balans in de foto. Dus ik zou dat ook zeker niet weghalen in de nabewerking. Kleurwise vind ik hem iets blauwig. Met name aan de linkerkant van de foto. Ik vind het wel mooi dat het paars en geel, dus vind ik mooi in balans aan de kant van de zonsondergang. Ik zal alleen de andere kant zou ik misschien het blauw iets wat verminderen. Scherpte is verder goed van de foto. Wat ik zie hieronder is dat hier nog één iemand staat die op zijn fiets zit. En waarschijnlijk ook, ik denk dat je toch inderdaad twee lagen over elkaar heen hebt gelegd. Ik zou hier proberen deze persoon eruit te halen. Het kan weer met... Want het is een vrij oneffen horizon. Zelfs met de clone tool zou je daar best wel snel... En als ik dan heel snel gewoon even ga intekenen... Dan is die persoon er eigenlijk zo uit. Hetzelfde geldt hier voor bij het bankje. Dat is het fijne met het werken van een stylus met je in je editing. Dan kan je gewoon gaan tekenen op je foto. Waardoor je echt alles er zo uit had. Hier staat ook nog iets, dat zou ik dan ook weghalen als details, maar het leidt wel af van de foto. En dan ben je dat meteen kwijt. Hetzelfde geldt ook voor hier die boei in het water. Die zou ik ook eruit halen. Ik vind deze erg sterk. Ik vind de vuurtoren vind ik ook sterk. Alleen daarom let even op in de nabewerking. Als je lagen over elkaar heen legt, zeker met de lucht bijvoorbeeld, probeer dan in Photoshop desnoods te gebruiken selecteer en dan lucht, zodat je automatisch de lucht selecteert en dat dan weer kan gaan toevoegen, zodat je niet zit met deze overlapping van de vuurtoren. Volgende foto van Lilia. Mooie foto uit Parijs. Leuk. Ik heb dit eigenlijk nog niet zo vanaf deze kant gezien. Daar zijn wij ergens mee in de aanbouw, maar het is toch net even anders dan anders. Eerst waar ik naar kijk is dat uiteraard weer de horizon en de verticale, of die recht staan. Nou, horizon staat prachtig recht. De Eiffeltoren staat ook kaasrecht. Dus wat dat betreft heel goed gedaan.
Mooie compositie ook. Even anders dan anders. Je hebt echt wat gezocht wat even anders is dan de standaard toeristenplaatjes. Wat ik hier vind afleiden is het witte vlak hier onderin. Dit gebied. Die zou ik er even uithalen. Als je die blauw maakt, dan loopt het in één keer door. Dan heb je hier niet die visuele afleiding. Voor de rest, scherpte is mooi op de toren. Ik vind het mooi dat je die scherpte diepte dus hebt gebruikt. Zodat het in het begin hier onscherp is en dan mooi wegloopt naar de Eiffeltoren toe. En ik zou er weinig anders mee doen. Je zou misschien nog iets met die bomen kunnen doen qua belichting. Ik zou nog wat kunnen licht en donker kunnen intekenen, zodat daar nog iets meer de aandacht op komt. Maar verder eigenlijk weinig commentaar op. Het is gewoon een leuke andere foto van de Eiffeltoren. Leuk gedaan. Samenvattend van hetgeen wat we vandaag hebben gezien. Ik denk dat je heel veel overeenkomst ziet in de foto's. Ik vind dat over het algemeen de kadrering van de beelden echt sterk is. De compositieleer zit op iedereen goed in. Dat is goed om te zien. Wil je nou ook dat jouw foto's worden beoordeeld door een professionele fotograaf? Stuur je foto's dan in. Gebruik op Instagram de hashtag die onder in beeld staat. En wie weet zien we dan jouw foto's binnenkort terug op dit kanaal.